allemaal en heel erg leuk dat je weer meekijkt. Het is vandaag Valentijnsdag, dus ik wil iedereen een prachtige en vooral liefdevolle Valentijnsdag wensen. We beginnen met een scape, uiteraard met een Valentijnstintje, maar ik begin links om een graafhoekje te maken. Ik ben helemaal fan van graafhoekjes bedekt met mos. Een normaal graafhoekje ziet er soms een klein beetje rommelig uit. Allemaal een berg met bodembedekking. En hier dan een muurtje van gemaakt, zeg maar. Maar als je hem bedekt met mos, dan ziet het er een stuk netter uit. Voor mijn idee dan, hoor. En de hamstertjes kunnen er overheen lopen, over het mos. En ze kunnen er onderdoor. Dus ze kunnen zich ook lekker verstoppen. Heel erg leuk. Ik heb hier terrariums met schuifdeuren. Dus bij mij valt de bodembedekking er vrij makkelijk uit. En daarom maak ik muurtjes van alles en nog wat. Wilgenbruggetjes kun je ervoor gebruiken. En hier heb ik een Elmato brug gebruikt. Ik ga verder, want het gaat hartstikke snel. De mos leg ik er bovenop. Aan de voorkant leg ik een beetje blauwe colorwood neer. Het ziet eruit als water, dus leuk. Hebben we een beetje water. En ik heb jullie ideetjes natuurlijk allemaal doorgelezen. En had iemand een superleuk idee om een strand te maken. Nou, dan hebben we hier het kasteel. Staat aan de voet van de berg. Op het strand, bij het water. Nou, wat wil je nog meer? Wat leuk. Hier maak ik een nieuw muurtje. Want aan de rechterkant begint weer een nieuw landschapje. Maar eerst maken we deze even af. Ik vind dat die houtjes echt een prachtige kleur hebben. Vooral dat geel, dat is echt geel-geel. Heel leuk. Nou, zoals je kunt zien komen alle kleuren een klein beetje weer terug. Het geel komt ook terug in het kasteeltje en in de huisjes. En de blauwe kleur komt zelfs overeen met de torentjes. En met het water. Superleuk. Hier ben ik wilgenbruggetjes aan het vouwen, want dat was ook jullie idee. Wat ik echt een super, super leuk idee vond. Er was, had iemand gereageerd onder in de reacties, gezegd, maak een hartje van twee wilgenbruggen. Nou, dat had ik zelf echt niet bedacht hoor, vind ik een superleuk idee. Dus uiteraard met Valentijnsdag een mooi hartje. Ik was even kijken of ik alleen maar snippertjes doe of dat ik hem helemaal vul. Maar ik ga hem helemaal vullen, want dan hebben we een mooi, mooi rood hart met een paar snippertjes her en der. Superleuk. Dan heb je twee compleet verschillende landschappen. Vooral dat linker, dat graafhoekje. Dat zou ik echt aanraden om dat een keertje te maken. Dat is heel erg leuk. Het loopratje wordt natuurlijk weer een uitdaging. Want ja, die moeten we ergens tussen frutsen. En dat is gelukt. Hij draait, hij staat stabiel. Ik zet de loopratjes tegenwoordig ergens op. Of op twee wilgenbruggetjes. Kijk, het appelhuisje. Oh, die heb ik laatst gekocht. Zo leuk, zo leuk. Helaas zijn die appelhuisjes alleen maar voor dwerghamsters geschikt. Want voor Syrische hamsters zijn ze een beetje te klein. Een beetje heel erg te klein. Waar is de schaar? Daar is de schaar. Hier heb ik hartjes gekocht. Grainless hartjes van J.J. Farm. Het zijn eigenlijk meer hartjes voor cavia's, konijnen, chinchilla's en zo. Maar hamstertjes knabbelen er af en toe ook aan. Dit soort snackjes zijn met name voor konijnen. Oeh, nog een hartje. Deze is van Supreme. Heel erg leuk. Giant Heart. Wel gigantisch groot voor een dwerghamster. Maar het is wel gewoon een gezond tussendoortje. Hij is voor konijntjes. Dus dat kan geen kwaad. Wat is dit? Wat is dat? Dat is een boompje. Hey, ik heb weer een boompje gemaakt. Een boompje van twee voetjes van een plateau. Ik heb het plateau weggelaten, want die gebruik ik niet. Maar de pootjes kun je heel erg leuk gebruiken als een boompje. Want ze hebben van die schroefjes aan de bovenkant. En dan prik je het mos gewoon in. En dan kun je ze neerzetten in de bodembedekking. Heb je boompjes. Hier ben ik aan het klungelen met een wilgenbruggetje. Ik wil daar namelijk een klein opstapje maken. Zodat de hamstertjes via het rooster eigenlijk daarop kunnen klimmen. En dan weer naar boven. Het grappige is, via het kasteel. Het kasteel heeft namelijk twee ingangen. En je ziet hier aan de voorkant een ingang. En aan de linkerkant is nog een ingang. Dus de hamstertjes kunnen eigenlijk via het kasteel in het graafgedeelte onder het mos terechtkomen. Eens kijken wat de poepert ervan vindt. Het is natuurlijk altijd weer een beetje kijken wat ze ervan vinden. Ik heb het licht aan in de winter. Deze keer wat meer. Als ik het licht uitdoe, dan gaan mijn hamstertjes in torpor. Torpor is winterverlamming. En dan wordt je hamstertje helemaal slap en helemaal koud. En het is als het ware een energiebesparende functie van een dwerghamster.
En het is niet echt fijn om te zien, want je hamstertje is echt heel erg slap en je kunt er echt van schrikken, want je denkt bijna dat hij doodgaat. Dat gebeurt niet. Het beste wat je dan kunt doen is je hamstertje warm maken en wat vaker het licht aanlaten 's avonds, want dan gaan ze niet in torpor. Het is namelijk niet gezond voor een hamster om te vaak in torpor te gaan, want het kost ze heel veel energie om daar weer uit te komen. Dus een keertje is niet erg, maar hij moet niet de hele tijd in torpor gaan. Hier nog de laatste details, een beetje rondstrooien. De huisjes op het mos zijn eigenlijk een beetje decohuisjes. Ik weet dat hij gaat slapen in het kasteeltje en onder het mos. Later doe ik altijd nog een beetje wc-papier in de huisjes. Oké, dus nog even snel een paar dingetjes op een rijtje. Ik heb hier Carefresh Original gebruikt en Ultra, de gekleurde houtjes en de Elmato brug. En vooral de brug is heel erg leuk als je een muurtje wil gaan maken. Verder heb ik nog een paar gekleurde balletjes, maar dat is echt puur deco. Ik heb deze keer geen chinchilla zand gedaan. Dat komt weer in een volgende scape. Ik verander dus elke keer weer van scape. En de ene keer zit er wel zand in, de andere keer zit er weer wat anders in. En zo kun je ook gewoon een beetje variatie aanbrengen. Dus het hoeft niet altijd dat alles erin zit. Lekker variëren is ook leuk voor het diertje. Heeft hij weer wat anders aan zijn pootjes. Een beetje verrassend blijven, dat is heel erg leuk. En probeer zeker een keer zo'n hoekje uit. Dat vinden ze hartstikke leuk. Kunnen ze lekker graven, lekker verstoppen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht je ook een leuke scape hebben gemaakt, tag mij op Insta. Ik vind het hartstikke leuk om met jullie mee te kijken. Als je vragen hebt, plaats je vragen onder de video. En dan zeggen wij samen met de poeper bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!